Goed, Marianne Thieme. Eerste Kamer heeft gisteravond gezegd... Ja. Dat doen we niet, dat verbod op ritueel slachten. U had er hard voor gewerkt. U had een royale meerderheid in de Tweede Kamer. Maar ja, we hebben nu helemaal een systeem dat de Eerste Kamer het ook goed moet vinden. Al het werk voor niks geweest. Nou, dat denk ik niet, hoor. Nou, dat denken wij wel. Ja. Ja. Maar wij denken heel erg dat dat allemaal voor niks is geweest. Ja. Dat dat nooit meer goed komt. Nooit meer goed komt. En maakt u zich daar zorgen over? Nou, dat is een privévraag. Die laat ik even in het midden. Maar, nee, maar goed, maar dat u zich er enorm maar dat is dus wel een belangrijke vraag eigenlijk. Die ook ziet dat de samenleving daar ook een antwoord op geeft. Dat heel veel mensen ook hier zich zorgen over maken. Dat dit soort praktijken, het onverdoofd ritueel slachten, gewoon maar doorgang vindt. Terwijl we met z'n allen vinden dat dieren gewoon verdoofd moeten worden. Mm-hmm. Voordat ze aan een einde. Nou, niet met z'n allen, want in de Eerste Kamer in meerderheid niet. Nou ja, als je kijkt naar de wetgeving, dan zie je dat de algemene regel is. We gaan dieren eerst verdoven voordat ze worden geslacht. Want een dier hoort niet zijn eigen sterven mee te maken. Mm-hmm. En bij onverdoofd ritueel slachten, dan is een dier bij bewustzijn wel 4 minuten lang. Dus dan stikt een dier, een rund, een schaap, in zijn eigen bloed tot wel 4 minuten lang. Ja. En de vraag natuurlijk die dan voorlag, ook bij de Eerste Kamer, is: vinden wij het geoorloofd dat wij nu, terwijl wij verdovingsmiddelen hebben, gewoon doorgaan met deze praktijk omwille van godsdienstige overtuiging? Nee, zei de Tweede Kamer. Duidelijk, zoals Paul zei, met een grote Precies. meerderheid. En partijen die nee zeiden in de Tweede Kamer, die begonnen te aarzelen en uiteindelijk bakzeil te halen in de Eerste Kamer. Hoe verklaart u dat? Nou, wat je ziet is dat er natuurlijk een enorme lobby is vanuit de religieuze organisaties. Dus de moslims en de joden. Hè? De moslims en de joden in dit geval. En in de Tweede Kamer was dat al heel sterk. En dat werd in de Eerste Kamer nog sterker. En ja, je zag een soort duikgedrag in de Eerste Kamer, waarbij de partijen die in de Tweede Kamer zeiden van, nou, wij vinden echt dat het gerechtvaardigd is om een inbreuk te maken op die vrijheid van godsdienst, dat die in de Eerste Kamer zich toch gingen scharen bij de partijen, de christelijke partijen met name, die zeiden van nee, dat vinden we toch gewoon te ver gaan. Ja. Ja. Maar ja, en hoe zou dat komen? Is misschien de achtergrond dat ze denken, ja, we hebben ook een heleboel allochtone kiezers en die wilden we een beetje te vriend houden? Ja, ik denk toch dat hier de vraag moet worden gesteld in hoeverre je als Eerste Kamer zo voorbij kan gaan aan die overweldigende meerderheid van de Tweede Kamer. Ja. Twitter, vanavond is Wilders in de Twitter en die zegt afschaffen die hele handel. En dat bedoelt hij de Eerste Kamer. Nou, ik vind het belangrijk dat de Eerste Kamer hier is. Laat ik dat stellen. Dan krijg je dit soort toestanden. Nee, nou, het gaat er natuurlijk om dat je op een gegeven moment ook weet wat je taak is als Eerste Kamer. En de taak van de Eerste Kamer is natuurlijk ook vooral om te kijken of de wet deugt die voor ligt. En als daar dan wordt opgemerkt van, nou, het amendement dat op het wetsvoorstel van mevrouw Thieme is gepleegd, dat zou hier en daar nog wat juridisch beter kunnen. Nou, dan kan ik zeggen, nou, dan kan ik daar gewoon wat op repareren en dan kom ik gewoon terug. Maar dat was eigenlijk niet de vraag. Het werd veel meer een politieke vraag of de Eerste Kamerleden wel vonden dat je een inbreuk kon plegen op de vrijheid van godsdienst. Ja, en dat vonden ze niet. Dus laten we nu eens kijken waar we dan staan. Of beter gezegd, waar u staat. Nou, want het gaat dus niet door. Het wordt dinsdag weggestemd. En ja, ik weet niet wat u dan gaat doen, maar ik kan me niet voorstellen dat u zegt, nou, ik begin wat gaat u doen? Van voor nou, af aan. Ik ga in eerste plaats, als ik volgende week weer in debat ga, ga ik ook nog eens de vraag terugstellen van, nou, u zegt dan wel dat u vindt dat het een ongerechtvaardigde inbreuk is op de vrijheid van godsdienst. Maar ik zou zo graag eens van u willen weten, maar waarom vindt u dan dat het kan dat je een dier tot 4 minuten lang gewoon zijn eigen dood laat meemaken bij volle bewustzijn? Omwille van godsdienstvrijheid, omwille van godsdienstige opvattingen. Ja. Vindt u dat passen binnen een rechtsstaat waarbij we willen dat alle regels, het verdoofd slachten van dieren, op iedereen van toepassing moeten zijn? Kennelijk is dat het geval, want dat is in ieder geval de uitkomst maar van het standpunt. Maar ze hebben daar geen argumenten voor. Maar laten we daar even, los van de argumenten die wij u ook niet kunnen geven, en u bent benieuwd welke argumenten dat zullen zijn, laten we ervan uitgaan dat u het niet haalt, want dat is realistisch. Wat gaat u dan doen? Moet u dan een heel nieuw wetsvoorstel maken en hoe lang gaat het dan duren? Nou, ik kan u verzekeren dat ik het er zeker niet bij laat zitten. De discussie in de maatschappij is in volle gang. Ja. Je merkt ook dat binnen de religieuze organisaties men wakker geworden is. Ook gewoon de Joden die nooit hebben nagedacht over hun kosher eten. De moslims die aangeven, goh, ik heb helemaal nooit geweten dat een dier zo lang lijdt.
Dat vind ik een enorme grote verandering. Ik voel dat dat bezig is. De vraag was, en wat ik gaat ga, doen? En ik ga dus gewoon een nieuw wetsvoorstel maken. Wanneer? Zodra daar de mogelijkheid natuurlijk voor is. Nou ja, kijk, het debat is natuurlijk niet eerst nog gaande. Maar goed, het is en bijna ik klaar. Hoop nog dat we dat debat op een goede manier kunnen afronden. Ja. Wat wordt er anders in dat wetsvoorstel dat u gaat indienen? Dat nieuwe wetsvoorstel? Nou, de Eerste Kamer die zegt, de ontheffingsmogelijkheid, dat betekent dat de algemene regel is, je mag gewoon niet meer onverdoofd slachten, tenzij je kunt aantonen dat het op een net zo diervriendelijke manier kan. Ja. Dan krijg je een ontheffing. Nou, dat is een hele ingewikkelde vergunningsprocedure, ga ik hier niet uitleggen. Maar ze zeggen dat de uitvoerbaarheid daarvan, daar valt nog wel wat af te dingen. Nou, daar kan ik bijvoorbeeld wat mee. Daar kan ik technisch naar kijken. Mm-hmm. Als zij het amendement van hun eigen politieke partijen niet goed vinden, nou, dan ga ik wel wat aan doen. Het gaat toch om die godsdienstvrijheid die in de Eerste Kamer een belangrijke rol heeft gespeeld. En daar gaat u niet iets aan veranderen. Nou ja, kijk, ik wil duidelijk die discussie ook in de Eerste Kamer nogmaals blijvend voeren. In hoeverre het voor de Eerste Kamer acceptabel is dat we dieren nog zo lang laten lijden. Dat element van die godsdienstvrijheid die wordt opgeëist in de Eerste Kamer, dat ze zeggen, daar hoort dat ritueel slachten bij. Dat moeten we erkennen. Mm-hmm. En dat gaat u niet, neem ik aan, daar niet aan tegemoet komen in dat wetsvoorstel. Nee, mijn wetsvoorstel blijft dat het zo is dat het voor een dier niet uit moet maken welk geloof zijn slachter heeft. Ja, wat vinden jullie daar eigenlijk van? Want wie heeft er gelijk in deze discussie? Nou, ik vind het een buitengewoon zotte vertoning. Mijn gekozen vertegenwoordiger zit in de Tweede Kamer. En die Tweede Kamer in grote meerderheid die zegt dat gaan we dus niet meer doen. En daar is ook gewogen de godsdienstvrijheid enzovoort. Ja. Dan gaat de zaak over naar een Eerste Kamer. En dan ineens stellen ze zich op als een Tweede Kamer en zeggen, nee, die godsdienstvrijheid is toch wel belangrijker. Dat is niet echt iets waar de Eerste Kamer voor is, volgens mij. Deugt dat wetsvoorstel? Daar gaat het om. Ja. Ankie? Ik weet helemaal niks van Eerste Kamer en Tweede Kamer. Maar ik vind het heel zielig. Wat zou je zeggen als het gaat over het debat onverdoofd slachten of verdoofd slachten? Van paarden bijvoorbeeld. Kijk, het ligt er denk ik heel erg aan hoe je het doet. Maar als je dus echt met een mes en je laat het doodbloeden, dan, bij ons, wij vinden dat heel zielig. Dan moet gewoon verdoofd worden. Ja. Ja. Nog even om dit af te ronden. Wanneer ligt het nieuwe wetsvoorstel er van u? Nou, ik ga eerst nog even met Dat weet ik. Dat is waar. Maar dat is een verloren wedstrijd. Dus u moet hem aanpassen. Ik ga dat zo snel mogelijk doen. Ja, dus dat ligt er in januari. Nou, dan ga ik al met zwangerschapsverlof. Dus ja, ik ga hem eerst maar eens even kijken. Moeten al die diertjes nou wachten omdat u moet bevallen? Nee. Nee. Maar sowieso is het, als je een wet maakt, dan moet het dus eerst weer door de Tweede Kamer en door de Eerste Kamer. Dus ik ga dat zo snel mogelijk doen. En het mooie is ook weer van deze hele kwestie dat iedereen daarover spreekt. Er zijn juristen die zeggen, wij gaan, wij willen jullie helpen, want het is van groot belang. Ja. Dus dat is mooi. En alles ligt klaar, dus het hoeft niet zo lang te duren van onze kant. We begonnen het gesprek helemaal aan het begin van onze uitzending heel even over Henk Bleker, weet u nog, met die motie van wantrouwen. En daar was Henk Bleker een beetje chagrijnig over bij onze rituele collega's van de Evangelische Omroep. En die zei, nadat u had gezegd van, mensen die, u zegt, ik praat eigenlijk Ed Nijpels na als ik zeg dat Bleker onwaarheden spreekt, hè? Dat zei u net. Nou, ik heb tijdens het debat over de landbouwbegroting heb ik gezegd, de staatssecretaris Bleker wordt verweten, onder andere door Ed Nijpels, dat hij voortdurend in onwaarheden spreekt als het gaat om natuurbeleid. Juist. En het behalen van natuurdoelen. En ook Kees Wimmel zegt, er is sprake van boerenbedrog. Punt. En nu even de reactie van Henk Bleker. Vandaag, notabene, diende zij een motie van wantrouwen tegen u in. En wat ik dan zeg... Hallo? Maar dat ben ik helemaal gemist. Dat heeft u gemist? Ja, dat heb ik gemist. Maar het komt niet meer goed tussen u beiden, toch? Dat probeert u wel, maar die kloof is te groot, nee, die toch? Poging doe ik niet. Echt niet? Nee. Waarom niet? Nee, kijk, als mensen mij betichten van liegen en bedriegen, dan is het voor mij een keer over, meneer. Laat ik de vraag Ben ik de echte Groninger. Ja? Meneer Bleker? Want dat is gebeurd met mevrouw Thieme? Inderdaad. Ja, daar is een romance aan verloren gegaan tussen u en meneer Bleker, hoor. Nou, en dat geloof ik dus dan ook tussen Kees Veerman en Bleker. Maar we hebben het even over u. Nee, de staatssecretaris. Kijk, er is absoluut een hele
gecompliceerde verhouding tussen persoonlijke vendetta noemen we dit, waar een advocaat bij nodig is om het weer goed te krijgen. Nee, maar als het wordt toch erg persoonlijk op deze manier. De Henk Bleker was natuurlijk gisteravond ook bij dat debat over het ritueel slachten en heeft zich toen in een positie tussen u en de Eerste Kamer gemanoeuvreerd. Dat vond u al niet leuk. En dan vanmiddag maar dat heeft helemaal niets te maken met persoonlijke dingen. Nou, dit kan vrij persoonlijk, eerlijk gezegd. Ja, maar dat trekt dan staatssecretaris Bleker zelf. Nou ja, hij zegt, als u mij beschuldigt van liegen en bedrog, dan trek ik me niet zoveel meer van u aan. Ik denk dat het belangrijk is dat u zich wat meer aantrekt van kritiek die op dit moment vooral vanuit de natuurorganisaties, vanuit de internationale organisaties wordt geuit op Bleker. Dat hij op dit moment ging echt u, natuur... U weet wat om u ging, hè? Dat was eventjes persoonlijk tussen u en hem. Daar ging het Ja, maar ik vind het, dat hij zich aantrekt dat hij dan van mij een motie van wantrouwen krijgt. Ja. Ik kan me dat bij voorstellen, maar ik denk dat het veel belangrijker is om je aan te trekken dat je bezig bent met het afbraakbeleid van de natuur. Krijgt hij een geboortekaartje? Ja. U moest toch even nadenken? Nee, nou, ik zit sowieso te denken aan van, ga ik eigenlijk wel kaartjes sturen dan? Ja, nou, zo slecht gaat het ook niet met de economie, toch? Kan ik het wel betalen? Nee hoor, dat gaat wel gebeuren. Mooi.